Hey, welkom bij een nieuwe video. Ben je ooit getuige geweest van een wonder of misschien heb je gehoord van een wonder dat je in ontzag en verwondering achterliet? Wonderen maken al sinds de oudheid de deel uit van de menselijke geschiedenis en zijn al eeuwenlang het onderwerp van debat en controverse. Sommige mensen geloven dat ze het werk zijn van een goddelijk wezen, terwijl anderen ze toeschrijven aan natuurlijke fenomenen of toeval. Vandaag laten we je 10 echte wonderen zien die op camera zijn vastgelegd. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. De eerste paar dagen wanneer iemand vermist is, zal cruciaal zijn voor een redding. Want de kans dat ze daarna gevonden worden, laat staan levend, is klein tot nihil. In het geval van Angelica Gaetan bleek het een wonder te zijn. Nadat ze meer dan 2 jaar vermist was, werd ze uiteindelijk drijvend op zee teruggevonden. 2 vissers, Rolando en een vriend, waren aan het werk ergens in Atlantico, Colombia, toen ze iets zagen drijven dat op een boomstam leek. Het drong echter snel tot hen door dat het een vrouw was die zwaaide en om hulp riep. Toen kwam de waarheid aan het licht. Angelica zou door haar partner zijn gegijzeld en ze wist uiteindelijk de zee in te vluchten. Haar eerste woorden na haar redding waren dat ze opnieuw geboren was en dat God wilde dat ze bleef leven. Nummer 9. Toen reddingswerkers de Spanish Fork rivier in Utah naderden, hoorden ze een schreeuw om hulp. Niet zomaar een schreeuw, maar een stem die hielp, help me. In de rivier lag de auto van de 25-jarige Lynn Jennifer die van de brug was gereden. Lynn zou het niet hebben overleefd, maar haar 18 maanden oude baby Lily leefde nog. Reddingswerkers die de rivier in gingen om haar te helpen vonden haar onderkoeld, nauwelijks ademend met een zwakke pols. Ze begonnen haar te reanimeren en op wonderbaarlijke wijze overleefde de baby het. Het was dankzij Lynn dat ze de baby goed had vastgebonden in haar autostoeltje. Lily werd echter met spoed naar de eerste hulp gebracht waar haar vader, die voor zijn werk de stad uit was, werd gebeld. De grote vraag is hoe wonderbaarlijk Lily's redding was. Als Lynn namelijk al overleden was, wie schreeuwde er dan help me? Wie denk jij? Nummer 8. Zelfs niet-gelovigen staan even stil bij alles wat ze ooit geloofden als ze het standbeeld van moeder Maria de Maagd zien huilen. Geloof het of niet, maar het huilen van haar standbeeld is verschillende keren voorgekomen. Eén incident vond plaats in Reading, Ohio toen een winkeleigenaar aanvankelijk probeerde geheim te houden dat zijn Mariabeeld achter in zijn winkel tranen vergoot. Maar waarom hield hij dit een geheim? Hij zei dat hij het uit angst deed, omdat hij dacht dat het standbeeld door media-aandacht misschien zou stoppen met huilen. Alsnog hoorden zowel gelovigen als niet-gelovigen van het fenomeen en haasten zich naar de winkel om het met eigen ogen te zien wat er gebeurde. Een ander voorval vond plaats in de Sint Philip Neri's kerk in Sri Lanka op 19 april 2019, waar ten overstaan van talloze getuigen duidelijk te zien was hoe het standbeeld tranen vergoot. Geloof jij dat deze gebeurtenissen echt waar zijn? Laat het me weten in de reacties. Nummer 7. Je zou misschien denken dat het volgende alleen in films gebeurt. Maar nee, in juli van het jaar 2014 werd een meisje wakker tijdens haar eigen begrafenis. De familie die op het punt stond hun kleine dochter te begraven kreeg bijna een hartaanval toen de kist werd geopend. De vader van het meisje wilde haar onmiddellijk omhelzen. Maar hoe kan dit gebeuren, vraag je je misschien af. Blijkbaar had het meisje een paar dagen voor de begrafenis koorts gehad die was geëscaleerd. Klinisch gezien was het meisje zo goed als verdwenen, ze ademde niet meer en haar bloedsomloop was tot stilstand gekomen. De oorzaak van haar dood was echter onbekend en haar ouders werd geadviseerd haar zo snel mogelijk te begraven om de verspreiding van een mogelijke infectie te voorkomen. Hoe het meisje echter wakker werd, blijft een groot wonder. Nummer 6. Het mirakel van Onze Lieve Vrouw van Akita is een religieuze gebeurtenis die plaatsvond in Akita, Japan in 1973. Zuster Agnes is een non in het klooster en beweert meerdere wonderbaarlijke gebeurtenissen te hebben meegemaakt waarbij de maagd Maria betrokken was. In juni van het jaar 1973 zag zuster Agnes naar verluid een schitterend licht van een Mariabeeld in een kapel van het klooster. In de daaropvolgende maanden ervoer ze een aantal verschijnselen, waaronder huilende standbeelden, een mysterieuze wond op haar hand die vervolgens genas en boodschappen van de maagd Maria. De gebeurtenissen werden door de katholieke kerk onderzocht en geloofwaardig bevonden. In 1984 keurde een bisschop genaamd John Shojiro de gebeurtenissen als een bovennatuurlijk en echt mirakel.
Ook wordt deze gebeurtenis door vele gelovigen beschouwd als een van de belangrijkste Maria-verschijningen van de 20e eeuw. Nummer 5. Toen hij jonger was, verliet een man genaamd Prahlad Jani zijn huis op zoek naar spirituele leiding en helderheid. Hij kwam terecht in een grot bij de Ambaji-tempel in Banaskantha-district van Gujarat in India. Jaren later werd hij bekend als de wonderman die zonder voedsel of water kon leven. Er wordt zelfs gezegd dat hij 8 decennia zonder deze middelen heeft geleefd en dat hij uiteindelijk 91 jaar oud werd. Gedurende zijn hele leven was Jani het onderwerp van veel aandacht, niet alleen van gelovigen, maar ook van de wetenschappelijke gemeenschap. Een documentaire vertelde zelfs over zijn levensverhaal. De DIPAS, een onderzoeksinstituut, bestudeerde hem via beveiligingscamera's om zijn beweringen te onderzoeken. Hun bevindingen waren ongelooflijk omdat de man de waarheid zou hebben gesproken. Volgens hen had hij een vreemde vorm van aanpassingen aan uithongering en waterbeperking. Geloof jij dit verhaal of denk je dat dit onmogelijk is? Nummer 4. Een angstaanjagende statistiek voor moeders is dat een derde van alle baby's de navelstreng om hun nek gewikkeld kunnen krijgen. Maar wat er bij de volgende gebeurtenis gebeurde, was behoorlijk bizar. De navelstreng zou namelijk 6 keer om de nek van de baby zijn gewikkeld, maar de baby kwam echter veilig en gezond ter wereld. Navelstrengen zijn belangrijk, want het houden baby's in leven in de baarmoeder van hun moeder. De baby die bekend werd als Wonderbaby werd geboren in Xiyang Central Hospital in de provincie Hubei in China. Zijn navelstreng was 90 cm, een schokkende 40 cm langer dan de gemiddelde navelstreng. Hoe vreemd de lengte ook is, het is precies datgene wat zijn leven redde en hem na de geboorte in leven hield. Artsen verzamelden zich rondom de baby om het medische wonder te bekijken en zeiden dat ze dit in hun decennia lange carrière nog nooit eerder hadden gezien. Nummer 3. Het mirakel van de Eucharistiehostie is een religieuze gebeurtenis die door katholieken en christenen over de hele wereld is gemeld. Er wordt gezegd dat een consacreerde hostie, het brood dat bij een heilige communie wordt gebruikt, wonderbaarlijke eigenschappen zou vertonen. Deze wonderbaarlijke eigenschappen zijn zelfs teruggevonden in religieuze teksten en mondelinge tradities. In de loop der eeuwen zijn heel veel van dergelijke gebeurtenissen gemeld, waaronder gevallen waarin een hostie zou zijn veranderd in vlees of bloed of dat het gedurende lange tijd onveranderd bleef. Een van de bekendste wonderen vond plaats in Lassiano, Italië in de 8e eeuw waarbij een priester de hostie zag veranderen in fysiek vlees en bloed. Soortgelijke voorvallen zijn gemeld in andere delen van de wereld, onder meer in Polen en in Mexico. In deze video zou een man het zelfs op camera hebben vastgelegd waarin het veranderde in een hart en begon te bewegen. Hoewel sommige sceptici het als een bijgeloof beschouwen, is het voor veel gelovigen een levensveranderende ervaring die hun geloof en hun band met het goddelijke versterkt. Nummer 2. De volgende gebeurtenis is iets wat je op een verjaardag of feest zou kunnen vertellen en mensen zouden je waarschijnlijk nooit geloven. Op 17 oktober 2017 stopte een autobestuurder voor het rode stoplicht in de Zuid-Chinese provincie Guangdong, toen seconden later een kraan op zijn auto terechtkwam. De andere auto's op de weg dachten dat ze waarschijnlijk getuigen waren van iets verschrikkelijks. Maar plotseling kwam de autobestuurder uit de auto geklommen alsof er niets aan de hand was. De enige verwonding die de man zou hebben opgelopen was een gebroken rechter enkel. Zijn auto was compleet vernield, maar de man had zeker een engel op zijn schouder en het is een wonder geweest dat hij het had overleefd. Nummer 1. Delia Knox is een vrouw die beweert weer te kunnen lopen na 23 jaar vanaf haar middel verlamd te zijn geweest. Ze was op weg naar huis na een kerkdienst in Toronto, Canada toen een dronken bestuurder haar auto aanreed. Dit was op eerste kerstdag in 1987 en de volgende 23 dagen accepteerde ze dat ze nooit meer zou kunnen lopen en in een rolstoel zou moeten zitten. Toen prediker Nathan Morris haar uitnodigde om bij hem te komen, had ze ook geen idee wat ze kon verwachten. Maar na deze ontmoeting met de Britse geestelijke genezer meldt ze dat ze de stem van de Heilige Geest hoorde die haar zei op te staan. Het gevoel in haar benen zou op wonderbaarlijke wijze zijn hersteld. Ze stond op en begon te lopen. Geloof jij dat dit mogelijk is? En heb jij wel eens een mirakel meegemaakt? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik erin aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.